Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie. En vandaag gaan we dus Pokémon Let's Go Eevee spelen. Ik heb al een klein stukje gespeeld en dat kon ik niet meer terugkrijgen. Dus ja, dan beginnen we vanaf de eerste gym die ik al heb gehad. Nou, ik zie jullie zo meteen. Hallo? Ik was toch opnieuw begonnen? Hallo? Pim? Nou, dan gaan we maar door met waar we gebleven zijn. Hè? Ik ben nog niet zo heel ver. Ik heb de eerste channel. Dat is echt scherp, man. Ja, mooi. Wat we vandaag gaan doen is slims naar de eerste gym toe. Dus ik heb een beetje een eentje. Ik ga hierheen. En we gaan bellen met deze vrouw. Oké, jij hebt bijvoorbeeld Ja. Even kijken waar de Poké. Wat is het? Hier. Poké Center. Daar staat hier de man in. Is de man hier? Hier. Nee, jongen, dan moet ik niet verkiezen. Waarom op? Zeg, heb ik al een lekker team. Ik kan natuurlijk beter, want ik ben een later Pokémon. Die heb ik niet. Misschien op 4 of zo. Maar tot nu toe heb ik best een goed team. Wow, stel me nou eens even scherp, man. Nou, ik heb een Bellsprout, Eevee krijg je natuurlijk sowieso, Kakuna, Pidgey, Nuzlocke, Pikachu. Ga je het eerst even daar neerzetten. En dan gaan we naar de volgende stad toe. En laat ik even een andere Pokémon met zijn Pokéball aan. Pikachu. Nee, die Pikachu wel. Het is een start trainer. Een monster trainer. Als je daarvan wint, krijg je altijd zo een TM. Dan kan je dus een nieuwe move krijgen. Spannend. Dus we gaan even proberen om het van hem te winnen. Hij heeft een Bulbasaur. Ik heb Eevee. En die wint waarschijnlijk iets eerder verhogen. Dan heb ik. Dan moet je altijd twee keer slaan. Dat doet niet echt voor mij.
Hij moet fijn maken. Is dat sterren? Ja, zo is dat. Oké, ik ga dan gewoon Quick Attack doen en dan heb ik een Dota Ring. Oké, doet al veel meer damage. Ik ga hem even een Bio Whippen, vind ik helemaal mooi. Dan kan ik gewoon een Quick Attack doen en waarschijnlijk leeft hij er nog net. Ik heb mijn e-wikkel dan. Dan doen we gewoon een tackletje. Lekker tackle. Zo, en dan is zijn bal dus van rood. En dan ben ik wel. Dan moet ik wel doen. Als het goed is, dan kan ik misschien een e-wikkel gaan. Ja, we zijn er weer. Nu is mijn EV al level 13. Oh, ik heb er hier 5 in plaats van een TM. Nou, jammer. Of krijg ik nog een TM? Nee, ik krijg gewoon geen TM. Wat een afknapper. Ik heb een kind, draai niet om. Blijf nou eens staan. Zagen jullie dat? Het kind draaide zich de hele tijd om als ik voor hem aan was staan. Dus kon mij nou gewoon een tweede man te bedden. Wauw, dat is echt heel raar. Hoe heet? Calvin. En je hebt Sparrow. Ja, die kan ik wel. Die is normaal. Het is namelijk normaal flying. En ik heb een super effective move voor een man. Zie je? Hij is helemaal dood. Maar helemaal dood. Maar die was ook maar level 6 en ik ben level 13. Dus dat was niet heel leuk. En hij zegt verloren. En hij geeft ons pokeballen. Oh ja, we moeten ook nog een keer een Pokémon gaan vangen. Dat zal zo meteen ook wel. Hallo, stel nou alsjeblieft even scherp. Bedankt. Zit daar, een ratje. Ja, die gaan we even lekker vangen. Leuk in deze game is dat je controle moet je. Kijk, je ziet het ook al in beeld bij die vijver daar. Dat je je controle naar voren moet duwen. En dan gooi je je Pokémon. Dus als je daar niet goed in bent, ja, dan ben je ook niet goed te ontvangen van Pokémon. Ik kan het op zich wel. Hallo, Rattata, wilt u even naar Pokémon gaan? Ik heb er gewoon even extra. Waarschijnlijk zit hij er nu dus wel in. Hé, ja, dat is niet dat zo'n spannende Pokémon is hoor. Maar ik ga de XP hoor, dus. En hier is zo heel veel. Hé, ik zie dat wel wat betalen. Ik kan het gewoon niet vinden. Want, ja. Actieve. Ja, dan moet ik wel met hem bij mij. Oké. Nou, we krijgen tenminste XP hiervan. Zie dan wel op 8 minuten. Sorry, ik vind het gewoon zulke leuke muziek, hoor. Wel een muziek in deze Pokémon game is echt geweldig, man. Zo cool. Ik weet dat het zelf is, maar toen was het eerst, maar toen was het iets anders. Hey, Pikachu ziet iets. Ja, Pikachu, wat zie je? Een raspberry! Nou, bedankt, Pikachu. Wat is dat? Oeh, een Snake. Een Ekans. Voor als je het nog niet weet. Ekans is Snake, maar dan als het is tevoren. Dus ja, heel goed overnachten. En zijn evaluatie heet Arbok, toch is Cobra. Achter te worden. Dan gaan we waarschijnlijk nog wel aan het eind van deze hele display in deze. Tenminste, als ik doorleef, dan is dat gewoon een keekort of zo. Dan ga ik niet eens door. Ik maak 3 afleveringen en ik kijk wel wat er gebeurt.
beetje wat double kicken gehad. Til weer weg. Ja, ik zie ook niet lukken dat de video bijna 10 minuten is, dus we gaan al bijna stoppen. Ja, ik kan wel 2 minuten doen. Maar ik kan wel 3 minuten doen. Oké. Een pokeball. Een revive. Want als je het niet weet, een revive is dus een soort kristal. Die kan je aan je Pokémon geven als die bijna dood is. Als die dood is. En als je dat dan doet, dan komt die soort van weer te leven. Spetsie. Oké, ik ga even mijn Pokémon revive. Staat hier die guy nou? Nee, hier staat hij ook niet. Nou, er is dus ergens zo'n Pokécenter. Er staat een man. En die kan je dus heel veel, van hem krijg je dus heel veel moves voor Eevee. Dus die kan je echt hele goede zetten krijgen. Maar ja, als ik die man niet kan vinden. Oké, zoals je, waarschijnlijk zagen jullie die Ace Trainer buiten al staan. Die gaan we nog even verslaan en dan sluit ik af. En dan kijk ik wel gewoon hoe het loopt. Als dit niet, totaal niet bekeken wordt. Dan weet ik, ga ik het niet verder, maar ik vind het wel leuk om dit te doen. Dus waarschijnlijk komen er meer video's van. Hij gooit er een nieuw uit. Dan doe ik double kick en dat is super effectief. Oeh, hij is eerder. Vind je leuk? Maar ik doe double kick en dan is hij net niet dood. Oh, dat is zo jammer hè. Dat hij net niet dood is. Oké, hij doet weer payday. Is het weer critical? Nee. Nou, dan doe ik geen tackle en dan ben jij dood. En dan hebben we deze eerste trainer verslagen. En waarschijnlijk krijgen we deze dus wel een TM. Nou, ik hoop het tenminste dat we een TM krijgen. Dat is ook een beetje leuk. Ik kom hier wel heel buiten. Schiet nou op! Sorry, ik heb nog weinig tijd. Ik loop er als een gek de knop in te drukken omdat hij moet opschieten. Nou, we hebben PD gekregen. Terwijl de custom move van de game. Nou, bedankt meneer. Dan sluit ik hem hier af. Na deze Pokémon. Oeh, een escape room. Dat is een touw dat als je in de cave zit, dat je er weg kan. Sluit ik hem hier af voor de Diddly Tunnel, volgens mij, of Mount Doom. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Later!